Dit is het huis van... Hoi, kom maar binnen. De 9-jarige Kisheli. Ze woont hier met haar moeder, broertje en met... Dit is Gooby en hij is een jongetje. Dit is Rosie en dit is een meisje. En dit zijn mijn vissen. Zijn hoofd is een beetje scheef, dus ik heb hem Scheefie genoemd. Mevrouw van de katten houdt ze heel erg veel. Ze zijn gewoon cute en schattig. Het is gewoon leuk om huisdieren te hebben om te verzorgen en zo. Maar om de dieren te verzorgen heeft haar familie, net als duizenden andere Nederlanders, hulp nodig. Dit is hondenvoer. De Dierenvoedselbank geeft die hulp door gratis spullen uit te delen. Zodat ze toch wat kunnen krijgen voor de beestjes die ze hebben. Want ja, die willen ook eten. Maar de voedselbank heeft problemen. Er zijn te veel mensen die om hulp vragen. Dan gaan we nu naar het voer van katten en honden. Nou, dat is een beetje crisis aan het worden. Daar hebben jullie te weinig van. Daar hebben we te weinig van eigenlijk. Ook Kisheli gaat er vandaag weer heen. Waarom gaan jullie eigenlijk naar de Dierenvoedselbank? Omdat we daar eten, snoepjes, vleesjes kunnen krijgen. En de mensen helpen om onze diertjes te verzorgen. In Nederland leven bijna 600.000 gezinnen waar niet genoeg geld is. Ongeveer 250.000 van die gezinnen hebben een huisdier. Mensen die niet genoeg geld hebben om voor een dier te zorgen, kunnen terecht bij meer dan 30 verschillende dierenvoedselbanken door heel Nederland. Hier bij de Dierenvoedselbank in Maassluis merken ze dus dat de laatste tijd steeds meer mensen hulp nodig hebben. Alles wordt maar duurder. Het voeren, alles wordt duurder in de winkel. En dus de mensen hebben steeds minder te besteden. En dat doet pijn. En dat merken ze niet alleen hier. Deze voedselbank in het Limburgse Brunsum kreeg vorig jaar al heel veel belletjes. Tegenwoordig gaat het dan gewoon naar 5 tot 10, 6 tot 15 keer dat per dag iemand contact opneemt. En deze uit Utrecht verkocht vorige week zelfs loodjes om meer geld op te halen. Het kostte 2 euro. Hallo. Zo, kom je weer eten halen? En hoe was de naam ook weer? Kisheli. Kisheli heeft geluk. Wat zij nodig heeft voor haar katten en vissen, is er nog wel. Die krijgen allemaal zakjes mee van ons. We hebben nat voor gekregen, superleuk. Speeltje, er zit een balletje in. Blikjes en heel veel van zulke dingen. Super lief, aardig. Dan hoef je geen geld te besteden aan eten. Maar om ervoor te zorgen dat er meer mensen blij gemaakt kunnen worden, heeft deze Dierenvoedselbank echt hulp nodig. Ja, als iedereen 1 eurotje zou doneren, toch ben je er. Dus bedankt, hè. Doei! Hey, doei!